Breda Nu. Je weet het meteen. Archeologen van de gemeente Breda hebben in totaal 30 graven gevonden op het braakliggende terrein naast station Breda. Er zijn aanwijzingen gevonden dat het gaat om een begraafplaats van een voormalig militair hospitaal. Meneer Erik Peters, u heeft een bijzondere vondst gedaan hier in Breda. Ja, dat klopt. We hebben een onderdeel van de vesting gevonden. Een vooruitstekend onderdeel, een grondlichaam. Een lunet heet dat. Binnen de omwalling van de lunet hebben we 30 skeletten gevonden. En dat zijn skeletten uit het jaar? Het precieze jaar weten we niet, maar we weten dat die lunet is aangelegd in 1682. En daarna zijn die skeletten daar begraven. En we weten dat de vesting in 1870 is afgebroken. Dus ze zijn tussen 1682 en 1870 zijn die destijds mensen, nu skeletten, zijn daar begraven. Kunt u iets meer vertellen over het stukje defensie? Ja, het is eigenlijk een vooruitgeschoven onderdeel van de vesting. Je had de vesting die bestond uit een aantal zigzaggende onderdelen. Waardoor je vanaf die zijkanten steeds de vestingwallen kon beschermen. En daar vooruitgeschoven hadden ze in het water een aantal van die lunetten, vooruitgeschoven posten liggen. En die bestond eigenlijk uit een omwalling en soms daar dan nog een muur tegenaan. En op de binnenterrein eigenlijk van die lunet hebben we deze begravingen aangetroffen. De skeletten zijn inmiddels weggehaald. Wat gaat er nu met ze gebeuren? Die gaan eerst netjes schoongemaakt worden. Die worden gewassen en dan gedroogd. En dan gaat een van onze specialisten gaat er naar kijken. Om te kijken van hoe oud de soldaten zijn. We vermoeden dat het soldaten zijn. Die zijn overleden. Aan welke ziektes ze geleden hebben. En wat we nog meer aan het skelet kunnen zien. Dus Okay, wordt vervolgd dus nog? Wordt zeker vervolgd, ja. Ja. En we hopen omdat het. We vermoeden omdat het defensieterrein is, dat het te maken heeft met een militaire begraafplaats. We weten dat defensie in de 18e eeuw is begonnen met het onderzoeken van soldaten die die zijn overleden. Niet door een kogel, maar door een andere oorzaak. Dus die waarvan defensie de verklaring nog niet had. En dat zijn ze gaan doen door de bovenzijde van de schedel te openen en door onderdelen van botten af te zagen. En dan aan de binnenkant te kijken van wat ze konden afleiden aan doodoorzaak. Dus zo hebben we een aantal van die skeletten hebben aangetroffen. Breda Nu. Je weet het meteen.